Een bijzonder goedemiddag. Dit is de regio Beieren in Zuid-Duitsland. Fijn dat jullie meekijken naar dit ingelaste oefenduel van Ajax. In voorbereiding op het nieuwe seizoen 23-24. We zijn in Herzogenaurach, Zuid-Duitsland, vlakbij Nuremberg. Niet gek ver van München bovendien. Ajax is deze week de gast op het hoofdkwartier van Adidas voor een trainingskamp van 1 week. En vandaag dus, einde van de middag, redelijk last minute ook ingepland. Een nuttig oefenduel. Tegenstander is Unterhaching FC. Ploeg die deze zomer is gepromoveerd van het vierde naar het derde niveau. We gaan kijken naar de opstelling van Ajax, de basisformatie. Er zal natuurlijk veel gewisseld worden ook vandaag. Op doel deze keer Jay Gorter. Roelie kiept al tegen Anderlecht, er wordt veel afgewisseld. De achterhoede met veel spelers die we vorig seizoen zagen bij Jong Ajax. Van rechts naar links, Jeremoumi, Gooyer, Milovanovic. Owen Wijndal is de linksback. Middenveld met de aanvoerder Davy Klaassen, de routinier. Naast hem Kenneth Taylor. En op 10, dat is mooi voor hem. Speelde ook al tegen Den Bosch, Gabriel Missahooi. Groot talent uit de Ajax jeugdopleiding. En voorin dan vanaf rechts de Portugees Conceição. De spits is Brobbey. En vanaf links Mohamed Darami. Dit is Conceição. Oppikken na balverlies van Unterhaching. Darami op snelheid. De eerste kans is daar al voor Ajax. Uiteindelijk toch ook goed ingegrepen. Vollaat. Telen moet even terug. Topkomen is daar van Westermeijer. Aan de andere kant dan. Een kans voor Unterhaching en bijna daar de 0-1. Een grote kans voor Aaron Keller. Coachen vanaf de zijkant, duidelijk te horen ook van Stijn. Wil meer beweging zien. Jeremoumi zit er half tussen. Smit. Aksosai, bal weer voor. Nou, tweede kans en nu is het wel raak. En daar is dan de 0-1. Het is de Griek in Duitse dienst. Skarlatidis. Droge knal in de verre hoek en Jay Gorter dan nu wel gepasseerd. Ajax vroeg op achterstand. Eenmansmuur met Conceição. Dit is aardig bedacht. En dan moet Gorter ingrijpen. Krijgt hij weer recht in zijn handen. Brobbey, nog niet gezien in dit duel. Dit doet hij goed, sterk. Dat is een grote kracht, Brobbey. Meegeven Darami. Wat zit hierin voor Ajax? Brobbey, daar de voorzet. Een levensgrote kans voor Missahooi. Brobbey wil hem hebben. Krijgt hem niet, dan Conceição. 1-op-1 alle ruimte. Conceição buitenom. Hier dan. Weer een goede kans voor Ajax. Tegen het lichaam aan van Vollaat. Hier ondertussen Conceição. Goed naar binnen gekomen. Raakt dan Taylor. Dit is Brobbey. Brobbey schietkans. Recht in de handen van René Vollaat. En daar zat wat in. Taylor. Er is wat vrijheid nu. Brobbey wil, Brobbey krijgt. Nu dan met links. Weer recht op het lichaam van Vollaat, die Duitse keeper. En zo komen er toch kansen voor Ajax. Klaassen. Zo aan de bal, de aanvoerder van Ajax. Missahooi nu. Tussen de linies. Goed gedaan, Brobbey. Conceição. Eén man kwijt, de tweede half. Dan, dat zei je net. Nou, goede actie van de Portugees. Unterhaching. Bal voor, die is goed in één keer en dan valt hij binnen. En dan staat Ajax hier met 2-0 achter. Beetje identiek aan die eerste goal van Unterhaching. Veel vrijheid aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Marcus Swalp in dit geval. Op de slof en dan nog aangeraakt door een Ajax-verdediger. Ongelukkig.
Telen goed voor zijn man gekomen. Missehooi met links. Missehooi! Goed schot, Gabriel Missehooi. Nog via de vingertop van Vollaat. Weer getrapt door Telen. Dit keer indraaiend. Gorter. Nee, het is gooien natuurlijk. Op de hand van een Duitser. En dus een strafschop voor de Amsterdammers. Goede hoekschop van Taylor. Dan wil centrale verdediger Gooyer hem op zijn slof nemen. Brobbie voor de 1-2. Ajax terug in de wedstrijd. Kalm, Brian Brobbie. Eerste doelpunt voor hem in de voorbereiding. En zo na 39 minuten hier in Zuid-Duitsland. 1-2. Ajax heeft wat teruggedaan. Tjemoumi gaat hem inbrengen. Darami. Missehooi. Missehooi. Zij net. Eerdere poging eindigde op de lat. Nu van iets verder. Met rechts bovendien. Een metertje naast. Bergwijn is hier weg. Bergwijn. Grote kans Ajax op de voeten. Van Heide. En dan van de Bomen. Weer die Duitse keeper. Bergwijn. Veel aan de bal geweest in de tweede helft. Lienzon helemaal vrij. Lienzon. En daar is dan die 2-2. En het is dik verdiend voor Ajax. Minuut 55. Het is de IJslander Christian Lienzon. Die het doet voor Ajax. Goede eerste 10 minuten. In die tweede helft. Een wereld van verschil met die eerste 45 minuten. En Bergwijn net niet. Ato hier wel. Goed voor zijn man weer. Lienzon buitenkant rechts. En een vervelende overtreding daar. Het mag door. Rasmussen. Rasmussen sterk, snel. Voortrekken en dan bijna God. Prima gevoetbald wederom door Ajax. Zaterdag. Weer dus een oefenwedstrijd voor dit Ajax. Als slotstuk van een week trainen in Duitsland. Op het complex van Adidas. Dan een tegenstander van een ander kaliber. Namelijk een club die uitkomt in de Bundesliga, Augsburg. Hier is Gods ondertussen voor Ajax met wat ruimte. Gods naar zijn linker en daar is de 3-2 voor Ajax. Applaus vanaf de bank voor Mika Gods. Ajax voor het eerst op voorsprong tegen Unterhaching. Ja, bij Unterhaching zullen ze dan toch ook wel even opkijken. Wat is dit ineens? De eerste helft ging nog zo soepel voor ze. Goede steekbal. Rasmussen. Nou wordt het 4-2. Had het wel moeten zijn. Christian Rasmussen. Goede actie. Deze Tahirovic. 1-2 met Van der Bomen. Nou, alle ruimte om het zelf te doen. Tahirovic. De 4-2 voor Ajax. Eerste treffer in het shirt van Ajax voor Benjamin Tahirovic. Nieuwe aankoop. Mooi om te zien ook even dat compliment vanaf de zijkant voor Salahedin. In elk geval voor zijn loopactie zojuist. Hier is Gods weer weg. Veel sneller. Gods voor de 5-2. Laat het over aan Bergwijn. De marge 3. Ajax zet aan en gaat ver weglopen nu van Unterhaching. Complimenten natuurlijk voor Mika Gods. Ondertussen een prachtige goal. Unterhaching dat wat terug doet. Schot werd wel even getoucheerd. Uiteindelijk de doelpuntenmaker Jos. Jozef Godmeijer. 10 seconden nog. Officiële speeltijd. De scheidsrechter trok er in de eerste helft helemaal niets bij. En lijkt dat nu, sterker nog, gaat dat nu ook niet doen. Het was moeilijk. Heel moeizaam zelfs. En niet best in de eerste helft van dit Ajax. Bij rust 2-1 achter. Uiteindelijk door het elftal van Maurice Stijn. 11 andere namen.
Helemaal omgedraaid in het voordeel dus van de Amsterdammers. En zo wint Ajax dit vierde oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met 5-3 van Unterhaching hier in Zuid-Duitsland.